We gaan praten over de coalitieonderhandelingen in Enschede. Nog even op het eindje van deze uitzending. Halverwege vorige week stegen bij alle coalitiegenoten BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie witte rook op. Vanmiddag wordt het akkoord dat de vier partijen voor de komende 4 jaar sloten gepresenteerd. Een akkoord op hoofdlijnen, geen in beton gegoten afspraken, tot 2 cijfers achter de komma dus. En collega Wilco Lauwers en Ernst Bergboer die zijn daar in het stadhuis. Ernst, goedemiddag. Goedemiddag. Die presentatie begon een half uurtje terug. Wat kun je al iets van nieuws melden? 4:30. Nou ja, nieuws. Een klein beetje in die zin dat de wethouders zijn bekend. Het worden er, zoals we al hadden gedacht, en voorspeld 5. En dat zijn de 5 die wij eerder deze week ook al genoemd hebben op basis van wat wij wisten. Ja, June Hotz wordt ingewisseld door Mark Teutelink. Ja, daar komt het in feite op neer. En dat is voor ons een verrassing. Kijk, weet je, het was een beetje glazen bol kijken voor ons. Maar Mark gaat ook de portefeuille van June. Dus financiën komt bij Mark Teutelink terecht. Wethouder voor de tweede wethouder dan voor burgerbelangen Enschede. Mm-hmm. We hebben net even kijken, Hadassah Meijer, de eerste van de ChristenUnie, en Yara Hummels aan het woord gehad namens de PvdA. Medeschrijvers aan dat akkoord natuurlijk. ChristenUnie gaat vooral inzetten op jeugd en gezin. Dat is ook de portefeuille die Jurgen van Hout gaat doen namens de ChristenUnie. Die blijft zitten, maar krijgt een andere portefeuille voor een deel, jeugd en gezin daarbij. De PvdA, Arjan Kamman, die blijven inzetten op werk en inkomen, op dingen als sociale huisvesting, op een inclusieve stad en op cultuur, dat soort thema's. Nou ja, op dit moment is Malken Jajas aan het woord, namens de VVD. Jeroen Diepmaat als wethouder, maar die zat er al. Wat hij gezegd heeft, weet ik niet, ben ik sta op de gang tegen de dikke eikendeuren aan te kijken. Maar goed, elke partij die in die coalitie zit, dat zijn er dus 4, die zijn eigenlijk nu stuk voor stuk zichzelf aan het presenteren. En dat gedeelte wat hun portefeuille is, zijn ze aan het vertellen. Precies. Ja. Al die partijen hebben natuurlijk een deel van hun verkiezingsprogramma zoveel mogelijk willen terugzien komen in zo'n coalitieakkoord. Ja, dat gebeurt landelijk, maar lokaal natuurlijk precies zo. Dus die partijen zijn nu aan het woord, één voor één, en leggen uit wat zij meenemen in dat coalitieakkoord. Het is inderdaad een open coalitieakkoord. Wat ook gezegd is dat dingen als bed, bad en brood bijvoorbeeld, of asiel aanvragen, dat ligt in het vervolg echt bij de Raad. Dus daar hebben ze geen afspraken over gemaakt. Okay. Kleine rectificatie. Over asielopvang hebben ze geen afspraken gemaakt. Als er een verzoek komt, gaat dat naar de Raad en mag de Raad daarover beslissen. Mm-hmm. Bed, bad en brood. Er is nu een kleine opvang in de voormalige Tubantia. Tubantia-complex aan de Gertfordsingel. Voor, en dan moet ik even goed zeggen, 1 januari 2023 zeg ik dat goed, of voor de zomer 2023. Dan moet ik even in mijn aantekeningen. Maar moet daar iets definitiefs over bekend zijn? Dus dat is zoiets van, dat we kunnen die mensen niet. Dat is voor 1 augustus 2023. Ja. Moet er een oplossing zijn voor die bed, bad en broodregeling. Linksom of rechtsom, maar die mensen moeten duidelijkheid hebben. Maar goed, je zegt dus van, er zijn een aantal thema's waar altijd, zeg maar, de Raad uiteindelijk iets van moet vinden. En dat zijn asiel en? Dat is in ieder geval asiel, weet ik nu. Maar we gaan zo meteen, ik voorspel je dat ook bijvoorbeeld als het om windmolens gaat zal zijn. Maar dat zal burgerbelangen straks waarschijnlijk, want Niels van den Berg, wethouder burgerbelangen, gaat het de energieportefeuille doen. Ja. En ik vermoed dat er in het coalitieakkoord iets is afgesproken over een doel. Wat moeten we gaan halen in de komende 4 jaar? Mm-hmm. Nou ja, dan zal altijd de vraag zijn hoe we dat gaan doen. En ik vermoed, maar we hebben dat nog niet gehoord. Hè. We gaan zo meteen Barry Overink aan het woord horen namens burgerbelangen, mm-hmm, denk ik. Maar ik vermoed dat hij zal zeggen dat oplossingen als windmolens bijvoorbeeld, dat ook dat een thema zal zijn waar de Raad over gaat. Okay. En niet de coalitie. Ik vermoed dat ze daar geen afspraken over gemaakt hebben, maar dat moet nog horen. En voor de rest, ziet die zitting er dan nu zo uit? Je bent nu een half uur bezig. Ik stel me voor dat je nog een half uur verder gaat, dat straks alle partijen zich hebben gepresenteerd. Dat er nog vragen komen of dat er een debat komt of iets dergelijks? Hoe gaat het verder? Nee, dat debat komt later. Dit is echt alleen maar de presentatie. Dus hier wordt uitgelegd wat ze precies hebben opgeschreven en wat je daarbij voor moet stellen. Vervolgens volgende week of de week, ik weet niet precies op welke termijn, maar binnen niet al te lange termijn zal er een raadsdebat over plaatsvinden. Dan zullen raadsleden daar echt wat van vinden. En ook binnen een vergelijkbare termijn zullen die nieuwe, deels nieuw, het is maar 1 nieuwe, maar de nieuwe club van wethouders zullen officieel geïnstalleerd worden. Ja,
Nou, we wachten nog even af of er voor het komende ruim een half uur... nog ander nieuws in zit. Dank in ieder geval voor het bijhouden, Ernst. En dan zien we het ook over een paar weken nog met het debat en de verdere beslommeringen rondom een nieuwe coalitie in Enschede. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, hou dus ook 120.nl in de gaten, hè, voor alle ontwikkelingen ook de komende tijd. Ook vanavond dan zullen we een artikel maken met alle belangrijke informatie over de politieke koers in Enschede, dus voor de komende 4 jaar.